Het COVID-19-virus is zich constant aan het veranderen. Een van de varianten waarover wij ons zorgen maken is de Delta-variant. Het is helaas gebleken dat deze variant ons veel zieker kan maken dan de eerder bekende. En de kans op een ziekenhuisopname is dan ook 2 keer zo groot. Verder verspreidt het zich makkelijker en sneller. Dit is de reden dat we hierover meer informatie willen delen met u. Er zijn veel vragen over de Delta-variant van het COVID-19-virus. Hoe verschilt de Delta-variant met de andere? Hoe gevaarlijk is het? En beschermen onze vaccins ertegen? Sunita Nanapandey, die arts is, legt het u graag uit. De Delta-variant is de 4e variant om bezorgd over te zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. En het is in korte tijd de dominante vorm van het virus geworden. Het is voor het eerst gevonden in India, waar in april de ziekenhuizen overspoeld raakten met patiënten besmet met deze variant. Sindsdien heeft het zich verspreid over vele verschillende landen, van Europa tot en met de Verenigde Staten en ook Zuid-Amerika. Het is nu de overheersende vorm van het virus over de gehele wereld. Maar hoe verschilt deze variant dan precies van de andere? Deze Delta-variant heeft bepaalde veranderingen in het spike-eiwit op het virus, waardoor het zich veel beter kan binden aan onze lichaamcellen. Hierdoor kan een kleinere hoeveelheid virus ons al besmetten. En besmette personen dragen waarschijnlijk ook veel meer virus met zich mee. Het resultaat hiervan is dat de verspreiding 40-60% meer kan zijn dan van de vorige varianten. Heeft de Delta-variant ook een ander effect op ons dan de andere varianten? Uit wereldwijde gegevens blijkt dat de meest voorkomende klachten bij de Delta-vorm zijn hoofdpijn, keelpijn, verkoudheidsklachten en koorts. Het geeft minder klachten van hoest en reuk- en smaakverlies. Zoals gezegd maakt het ons veel zieker, verspreidt het zich sneller en indien u besmet raakt, zult u sneller in het ziekenhuis terecht kunnen komen. Er is ook wel goed nieuws, namelijk uit onderzoeken van Engeland en Schotland. De reeds bekende vaccins werken namelijk goed tegen de Delta-variant. In Suriname vaccineren we met het AstraZeneca-vaccin en sinds kort ook met Sinopharm. 2 doses AstraZeneca beschermt al voor 60% tegen milde symptomen van de Delta-variant. Dat is heel goed. Alleen 1 dosis beschermt veel minder, maar 33%. Dus het is zeer belangrijk om de 2e prik ook te nemen om de verspreiding van dit variant beter tegen te gaan. Er is meer goed nieuws. Al na 1 dosis van het vaccin beschermt het tegen de erge vorm van de infectie en voorkomt het in de meeste gevallen ziekenhuisopname. Bescherming tegen ernstige ziekte door de Delta-variant en dus ziekenhuisopname is na 1 dosis AstraZeneca 71%, na 2 dosis AstraZeneca 92%. In Suriname hebben we voor nu nog 2 soorten vaccins, AstraZeneca en sinds kort ook Sinopharm uit China. Hoe is de bescherming van het Sinopharm-vaccin tegen de Delta-variant? Er zijn nog niet heel veel gegevens bekend over de bescherming van Sinopharm tegen de Delta-variant. Een kleine uitbraak in China liet wel zien dat degenen die gevaccineerd waren minder ernstig ziek werden. U zult zeggen dat de Delta-variant nog niet bij ons is gevonden. Dat klopt, maar het is wel al gevonden in onze buurlanden, Frans-Guyana en Guyana. We weten nog niet of het al in Suriname is, maar de kans dat het naar ons toe komt is heel groot. Bovendien zijn we nog niet uit de 3e golf en is het zeer belangrijk om ons nu al te beschermen tegen deze mogelijke 4e golf die eraan komt. Dus twijfelt u om uw 1e prik te nemen? Wacht alsjeblieft niet te lang. Neem de weloverwogen stap en haal uw vaccin. Moet u nog gaan voor uw 2e prik? Maak ook dan de weloverwogen keus en laat u vaccineren op de aangegeven datum. Heeft u na de 1e prik begeleiding nodig vanwege bijwerkingen? Of heeft u twijfels over de 2e prik? Kunt u gerust contact maken met uw huisarts, specialist of een arts van het BOG. Laten we onszelf en onze dierbaren beschermen en heb geloof in de vaccins.